rij op straat. Minding your own business. Hey, en ineens is er een ambulance met sirene en zwaailampen. En dan zie je ineens alle mensen in paniek aan de kant gaan. En de raarste capriolen. Maar dan denk ik wel eens, hoe zou het zijn als je zelf in die ambulance zit als chauffeur? Daarom krijg ik vandaag ambulanceles om te gaan met andermans stress. Nou, oh, we zijn er. Ga even liggen, Edo. Ja, oké. Okay. Niet schrikken hoor, je gaat helemaal naar beneden. Even de dekentjes dicht hoor. Ja, is goed hoor. Tot zo, Edo. Ja. Nou, kom er maar uit. Ja. Het is een stuk fijner om hier te zijn dan binnen. Gaat-ie? Ja, goed, prima. Dat was heel smooth. Kijk. Heel soepel. Kun je dit jasje maar verstaan? Oké. Die heb je nodig. Top. Hey, we gaan zo'n stukje rijden. Voordat we dat gaan doen, wil ik je even de auto uitleggen. Het is natuurlijk wel handig dat als we met deze auto gaan rijden, dat je weet hoe hoog die is. Ja. Hoe hoog schat je doen? Ja, iets meer dan 2 meter. Ja, dat is 2 meter 30. 2 meter 30. Ja. Probeer dat te onthouden. Ja, want... Je kan iets tegenkomen. We gaan de grot in. Je ziet ook dat deze auto iets langer is dan een gewone auto. Je bochten iets ruimer aansnijden, inderdaad. Ja. Anders ga je stoeprekjes meenemen. Toek. Dat wil je niet. Zeker niet als er iemand achter je in die auto ligt. Dat is allemaal net bezig zijn met een injectienaal. Exact. Dan is dat toch onhandig. Ja, dan zit je dus ineens in je oog zit. Ja, of precies. In een oog. Ja. Dus dat is niet handig. Oké. Oké, prima. Ja, goed. Nou, de breedte van de auto. Nou, je ziet het. Hij is hetzelfde als een andere auto. Dat is eigenlijk normaal. Dat is in principe normaal. Oké. Ja? Ja, nee, helder. Oké, we lopen nog even een rondje om de auto heen. Kijken of alles er nog op zit. De spiegels, noem het allemaal maar op. Oh, dat hoort natuurlijk ook. Is natuurlijk wel essentieel. Anders krijg je een bekeuring. Ja. De politie. Precies. Dus lampen. Heel goed. Lichten. Moet je dat elke ochtend controleren? Ja, dat moet je wel controleren. Ja. Ik heb ze daar straks gecontroleerd, dus dat hoef je van mij niet. Oké, jij hebt remmen ook en zo, hè? Ik heb een rempedaal en een gaspedaal. Top. Die hoop ik niet nodig te hebben. Nee, ik ook niet. Oké, dan ga ik in een ambulance kruipen. Goed. Topper. Rechtsaf, hè? We gaan hier rechtsaf. Op het moment dat jij hier van die drempel afgaat, dan merk je al verschil met de gewone auto. Ja, ik vond het vrij rustig. Ja, dat deed je heel netjes. Ja. Maar je merkt wel dat het zwaartepunt hoog ligt, hè? Dat die meer wiebelt. Ja. Hey, we gaan met de bocht meegaan met links. Als ik niks zeg, gaan we gewoon net als met de oude. Dit is autorijden. Gewoon lekker rechtdoor. En we gaan straks bij de verkeerslichten gaan we rechts. Kijk, kan ik jouw instructiespiegel gebruiken als dode hoekspiegel? Dat mag, maar ik kijk met je mee. Kom maar jongens. Ik ben gentleman in het verkeer. Hartstikke. In principe hebben we een vrijstelling van de busbanen, maar we gaan hier lekker naar rechts. Ja, laten we gewoon eerst maar eens netjes gedragen. Eens even een stukje rijden, kijken hoe je dat doet. Oké. Hey Patrick, jij bent dus instructeur voor de ambulance rijden. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben rijinstructeur voor ambulancechauffeurs. En doe je dat dan altijd, de hele dag? 5 dagen in de week? Nee, ik zit 3 dagen in de week zit ik binnen, dus dan geef ik les. Reanimatietrainingen, noem het allemaal maar op. Oké, maar je zit dus ook nog zeg maar op de ambulance? En 1 dag in de week nog op de auto. Ja. Ah, oké. Dus echt een ongevallen, een spoed en met sirenes en zwaailampen. Precies. En de hele rim. Ja. Ah, je merkt wat ik... Oh ja, ik wou net zeggen, is dat, het is een hele zware auto. Precies. Dus hij remt heel langzaam af. Dus je moet veel eerder gaan gas loslaten. Ja, wat denk je wat deze auto weegt? Ja, nou ja, ik zoals denk een gokje. Het voelt als 3000 kilo ongeveer. Nou, je zit aardig in de buurt, hè? 2850 kilo. Ja, we gaan hier linksaf. Dus dan kan je ook voorstellen dat je ook niet overal mag rijden. Nee. Hé? Hoezo niet overal mag rijden? Nou, qua gewicht. Echt waar? Ja, er zijn dus bruggen waar je niet overheen mag, bijvoorbeeld. Oh ja, bruggetjes, ja. Hey, maar wat iedereen al snapt natuurlijk, als je een ambulance rijdt en er ligt een zwaar gewonde achterin, is dat je natuurlijk niet keihard over drempels heen jekkert en zo. Precies. Maar soms moet je ook gewoon heel hard rijden. Hoe werkt dat dan? Over het algemeen genomen, het spoedrijden met patiënten, dat moet glijdend. Dus dat betekent, nou die bocht die we net namen, je merkte al, dat ging best wel hard. Welke die rotonde daar? Ja. Vond je? Ik vond hem nog heel netjes van mezelf.
Ja, als je in een personenauto rijdt is dat netjes, maar als er iemand op die brancard ligt... Als je moet dan... nog langzaam? Ja, dan maar dan moet je echt langzaam. Zeggen dan. Ja, maar we beginnen... Je gaat veel snel, man. We beginnen rustig. Je mag eerst even wennen aan het voertuig. En ik heb een hele mooie route voor je uitgezet. Oké. Pak ik de buitenbocht, is dat goed? Heel goed, ja. Nou, je moet opletten dat je niet te veel centrifugaalkrachten gaat krijgen. Als je gaat kijken achterin, die brancard die ligt al een meter hoger dan dat wij zitten. Die, ja. Dus die patiënt die ligt op ooghoogte. Zo'n bocht zoals nu... Die is vrij netjes. Oh, okay. Maar met een patiënt, oh. Hè, die gaat dan heen en weer. Als je gaat remmen, dan gaat al het bloed wat in de benen zit en in de rest van het lichaam, dat gaat naar het hoofd toe. Want die ligt plat. Oh, die ligt natuurlijk met zijn kop naar voren, de patiënt. Dus als je remt, dan schiet dat bloed in zijn kop. Die ligt met het hoofd naar voren. En dan krijg je complicaties. Dat wil je niet. Dus eigenlijk wil je niet remmen. Zo min mogelijk. Gewoon niet remmen. Echt waar? Niet? Liefst niet. Dus wat moet je dan doen? Vooruit gaan kijken. Anticiperen kun je leren, zeg ik altijd. Exact. Dus dat gaan we ook zo doen. Gaan we er hier af? We gaan er hier af. Blijf goed om je heen kijken. Kijk goed naar de borden. We hebben hier drempeltjes. Precies. En hoe ga je daarmee om? Met de patiënt achterop op elkaar. Ja, rustig aan denk ik. In mijn eigen theorie, eigenlijk afremmen voordat je de drempel opgaat. Ja. En dan totdat je uitgewiebeld bent, dan pas weer gas. Ja. Niet op de drempel, al gas met een klapje achterkant. En we hadden net afgesproken niet remmen, hè? Dus ik voel je nu gelijk niet. Op de rempedaal trappen. Oh, je hebt gelijk, man. Maar sorry. Dat gaan we niet doen, hè? Oké, dan gaan we de volgende de pakken. De volgende. Dus ik rij eventjes 50, zeg maar. Met... Ga nu eventjes niet remmen. Kijk, maar nu geef je te lang. Ja, ik deed je gas omdat hij toch automatisch vond van... Dat was netjes. Dat was netjes. Yes! Oké, dus zonder te remmen. Heel goed. Zo erop remmen. Maar dit is wel heel langzaam, hè? Hey, maar nou heb ik dus wat dingetjes verteld over die drempeltechniek. Ja. Maar heb jij die borden gezien? Nee, man, ik zat op die drempels te letten. Ja, maar ja, weet je, dat doen wij ook, hè? Wij hebben nog familie van de patiënten naast zitten. Die vertellen ook van alles, weet je wel. Die zijn vaak ook nog in paniek. Oh, natuurlijk. Maar je moet wel op de borden blijven letten. Ja, want daar hebben we zo meteen een uitdaging. Oké, dat wordt interessant. Oké, we komen hier bij een soort brugunit. Ja. Oké, die hebben gemist, die borden. Maar waren die borden voor deze brug? Ja, dat zal wel, ja. Dus ik ga het gewoon heel voorzichtig... Ik ga stoppen. Dit doe je goed, hè? Nee, rij maar door. Maar dit doe je goed, want... Wat doe ik je goed? Je wil die bocht doorkijken. Ja. Want dat is anticiperen. Even de lengte voor de betonnen randjes. Heel goed. Kijk, en je ziet al, voor ons, iemand heeft niet zo goed op de bordjes gelet. Nee, dat paaltje ligt eraf bijna. We hadden een bord staan van 4,8 ton en 2,2 meter qua breedte. Ah, ja. Maar dat doet natuurlijk een beetje bewust, hè? Jou afleiden om... Nee, dat vind ik ook leuk. Hoe bevalt het zo het rijden in een ziekenauto? Ik vind het echt top. Ja? Ja, serieus. Is het veel anders dan je eigen auto? Nou, ik moet nog even wennen, want je hebt gelijk. Ik vergeet, ik denk, ik ben lekker aan het rijden. Maar ik vergeet dan dat er een patiënt achterin zit. Ja, dus dat is inderdaad, dat is tricky. Ja, dat geeft niet hoor. Ik zit ook lekker tegen je aan te kletsen. Ja, maar dat vind ik wel leuk en dat vind ik dan ook spannend om daar wel proberen goed te doen. Je merkt het al, die dode hoek rechts is groot. Ja, die is nasty, ja. Dus je moet van tevoren kijken. We gaan hier weer een grote dode hoek. En eigenlijk heb je best wel kleine spiegeltjes. Ja, nee, het zijn natuurlijk geen busspiegels. Ik zet hem toch even strip, joh. Sorry. Oh, je bent erg. Ja. Oh, we hebben hier gewoon een... Ik zet hem heel even... Via deut. Ik had bijna de bovenkant eraf gehad. Nou, je voet is van de rem als je wil. Oh, sorry. Oh, wat erg, 2 meter 3. Ja, dat had net niet gegaan, denk ik. Nou, met mij erin, had net gelukt. Oh, ja, dat scheelt iets, maar wat was die? Ja, de auto was 2 meter 30 en hij staat op 2 meter 30. Dus dat is kantje randje. Dus waarschijnlijk gewoon niet doen. Nee. We gaan het wel doen, in dit geval, want ik ken deze route. Dus je weet dat het kan. Ik weet dat het kan. Maar je had hier gewoon verkeer van rechts, hè? Dat was een gevaarlijk kruispunt. Oh! Ja, maar ik had gezien dat er iemand uitkwam. Ik heb je zien kijken.
Als ik hier met patiënt zou rijden, en ik zou goed overzicht hebben, zou ik doorrijden. Hoe doe je doorrijden? Oh, de stopbord. Nou, je doet het goed hoor, maar je merkt gewoon wel dat op het moment dat je ergens op gaat focussen, dan vergeet je dingen die daar omheen gaan. Kijk, één ton asdruk. Dat hebben wij niet, hè? Nee? Nee, wij wel, want we zitten op 2,8 ton. Ja. Per as, hè, is dit? Ja, per as. Ja. Dus wij zitten op 2,8,5. In totaliteit? In totaliteit. Dus, dan half, dus hoeveel as heeft deze auto? Ja, 2. Dus je zit op 1,4 nog wat. Exact. Dus daar mogen we eigenlijk niet overheen. Nee, maar we doen het wel. Want jij kent deze route. Want ik ken dus de route. Dat zit snor. Dat zit wel snor. Maar goed gezien, want anders had je een ingreep gehad. Ja. Goed gezien. Jammer. Ik heb talent. Een beetje zo. Dan trek ik hem daar nog eventjes. Inzp. Heb ziek idee. Goed gedaan. Ik ga even een inschrijfformulier voor je pakken voor de sollicitatieprocedure. Dankjewel man. Misschien ga ik nog wat doen ook. Ik vind het erg leuk. Tof man.